Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten in de textielindustrie. De komende 5 jaar zal er een significante vermindering in het gebruik van water, chemicaliën en energie moeten worden bereikt. Dit kan alleen door middel van innovatie en het inzetten van nieuwe impacttechnologieën. Dyco heeft een commercieel en industrieel CO2-verfproces ontwikkeld voor het verven van polyester textiel. Waarom dit zo'n belangrijke ontwikkeling is, krijgen we nu te horen. De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën in de wereld in termen van water- en chemicaliënverbruik. Als je dat totaal kan verminderen door helemaal geen water en chemicaliën meer te gebruiken, maak je een ontzettende stap in verduurzaming van de industrie. Het niet gebruiken van water in het verfproces leidt er natuurlijk ook toe dat je geen afvalwater creëert. En als je geen afvalwater creëert, hoef je ook geen afvalwater schoon te maken. En dat leidt weer tot een significante reductie in het energiegebruik. De jaarlijkse groei in de textielsector wordt met name veroorzaakt door de groei van de wereldbevolking, die natuurlijk steeds meer kleding nodig hebben. En meer dan 50% van de totale behoefte in kleding wordt veroorzaakt door het gebruik van polyester op dit moment. Polyester wordt tegenwoordig geverfd met het gebruik van heel veel water en chemicaliën. Als je dat niet meer zou hoeven te gebruiken, wordt het proces heel veel duurzamer. En dat kan door in plaats van water CO2 te gebruiken als oplosmiddel om de kleurstof in het textiel te brengen. Vanuit een patent wat een Duitse professor ergens in 1989 heeft ontwikkeld, zijn we begonnen met postzegelgrote stukjes textiel om te bewijzen dat patent inderdaad klopt om polyester in CO2 te kunnen verven. Dat klopte. Van daaruit is er een ontwikkeling gestart om via laboratoriumschaal, pilotschaal, een eerste prototype productiemachine te bouwen. Die is bij een klant neergezet. Dat functioneerde prima. Vervolgens is er een productiemachine ontwikkeld en via een tweede en een derde en nu zelfs een vierde generatie machine is die vervolmaakt tot echt een productiemachine die 24/7 productie kan draaien. Het voordeel van verven in CO2 is natuurlijk dat je geen water gebruikt, zeg maar geen schoon water en geen afvalwater creëert. Het verven van polyester in water is eigenlijk heel erg lastig. Ze hebben een truc bedacht om die kleurstof toch dicht genoeg bij het polyester te krijgen om te kunnen kleuren. Dat hebben ze gedaan door de kleurstof tot hele kleine deeltjes te malen, ongeveer van een micron, en een dispersie te maken. Dus die hele kleine deeltjes die coaten ze met een dispergeermiddel, zodat het dispergeert in water. En als je dat in contact brengt met het polyester, kan de kleurstof toch in het polyester trekken. Daar hebben ze met heel veel chemicaliën dat proces voor elkaar gekregen. Nou, al die chemicaliën heb je niet meer nodig. In CO2 kun je met alleen maar textiel, CO2 en de pure kleurstof het kleurproces uitvoeren. Waarbij de CO2 ook nog een klein beetje oplost in het polyester. Zodat de kleurstof nog dieper en beter en makkelijker in het polyester kan trekken. Waardoor je uiteindelijk een beter kleuringsresultaat krijgt. CO2-verven is zowel technologisch als commercieel bewezen en wordt op dit moment wijd toegepast in de supply chains van internationale brands en retailers die nu ook actief betrokken zijn bij de uitrol op grootschalige business cases in hun supply chain. De machines worden op dit moment gebruikt in Thailand, Taiwan en Vietnam en er komen nieuwe gebruikers online in Zuid-Korea en in Europa. En er is een groeiende belangstelling voor de technologie in India, Bangladesh en Turkije. En de producten die op dit moment geproduceerd worden in CO2-verfmachines vind je terug over de hele wereld in kledingwinkels en retailers. De grootste uitdaging bij het opschalen van CO2-technologie zijn de industriële business cases. En hiervoor heb je zowel een investeerder nodig, dus de gebruiker, maar ook een commitment vanuit de industrie. Dus dat zijn de brands en de retailers die zich committeren aan de verduurzaming van de industrie. Als zij de vraag creëren, dan zal het aanbod vanzelf komen vanuit de supply chain.